Begin deze maand werd de viaduct over de N33 bij Galweg 12 officieel geopend. En toen de genodigden uit de bus stapten, kondigde zich een verschrikkelijke hoofdbui aan. Dat wij daar staan en de band die zometeen gaat spelen hier, we zouden het ook andersom kunnen doen, hè? Dus ja, ik hoorde net die suggestie, ik vond het niet gek, maar we kunnen op zijn minst allemaal op het podium komen om eens even te voelen hoe dat is. Het is hier droog. Als ik u uitnodig, als u wilt, we hebben gevraagd of het hield en het podium is minstens zo sterk als het viaduct, heb ik me laten vertellen. En Peter Panneman was eigenlijk de enige die zich nog op het viaduct waagde. Het kostte hem wederom een mooie paraplu. De rest van de genodigden zocht allemaal een plekje op de trailer die bestemd was voor de band. Door met een gereedstaande truc door de slagboom te rijden, was het viaduct officieel geopend.
Tot zover onze reportage over de opening van het viaduct over de N33.